Gevast. En daarmee heeft u voldaan aan een van de 5 zuilen van de islam. In de samenleving, als je praat over vasten, dan hoor je, ja, men onthoudt zich van voedsel. Nee, vasten is meer dan dat. Het is creëren van een zelfdiscipline. Het is creëren van weerbaarheid. Het is creëren van een sterk vermogen om niet afgeleid te worden. Het is creëren van weerstand tegen alle soorten van verleidingen. En daardoor wordt hij een sterker mens. Daardoor wordt hij een beter mens. En als we sterkere en goede mensen hebben, we hebben een sterke samenleving. En u brengt daarbij ook offers. En u werkt elke dag normaal. Net zoals alle anderen. En dat is die kracht wat veel mensen nog niet begrijpen. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ramadan maakt geen onderscheid tussen personen. Iedereen is gelijk en gelijkwaardig. Door samen te werken en wederzijds begrip te bevorderen, wijzen we de weg naar een betere toekomst voor iedereen, ongeacht ras, godsdienst en levensovertuiging. Dat iedereen hier langs rijdt en zegt, kijkt u hier, is bijna een wereldwonder. Een moskee naast een synagoge. Dat is ook zo. Dat is wat we moeten doen. Uitleggen. Elkaars geloof. Je gaat daardoor respect krijgen. Je gaat daardoor ook meer waardering krijgen. Je gaat daardoor ook veel begrip krijgen. Je gaat daardoor ook eenheid krijgen. En je gaat daardoor ook versterking van onze natie krijgen. Adil wa ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
afgelopen weken zijn we opgeschrikt en verrast door veel regen en overlast. Wij leven mee met de personen die getroffen zijn door deze wateroverlast en bidden ook op deze dag van Eid al-Fitr voor hen die het nu heel moeilijk hebben en ontheemd zijn uit de vertrouwde omgeving. Maar we moeten als mens ook beseffen dat er iets gaande is in de wereld waarvan de effecten wereldwijd merkbaar is, maar ook in Suriname. Ons klimaat is aan het veranderen. En dat we plotseling zoveel regen en zoveel water krijgen en wateroverlast krijgen, dan hoor ik direct: de weergoden zijn ons niet goed gezind. Nee, de goden zijn altijd goede goden. Maar zijn de mensen die handelingen verrichten, waardoor er enorme schade wordt toegebracht aan onze natuur en ons milieu. En laten we vandaag ook bidden voor ons natuur, voor ons milieu, maar ook stoppen met alles wat schade toebrengt. Naast de klimaatverandering hebben we nu ook te maken met de zinloze oorlog in Oekraïne en het zinloos geweld in verschillende landen. Laten we daarom op Eid al-Fitr vandaag extra bidden voor de onschuldige mensen die hun leven hebben gelaten, maar ook voor vele anderen die in onzekerheid verkeren, in angst verkeren. Maar laten we ook bidden dat die oorlog beëindigd wordt. Allahu Akbar. We hebben gelukkig heel hard gebeden, ondanks het feit dat heel wat gebedshuizen gesloten waren. Maar onze harten waren wel open voor onze Schepper. En we hebben gebeden en gebeden. En gelukkig zien we dat we de COVID-situatie onder controle hebben. Waar nog in vele landen er een lockdown is. Waar in vele landen nog miljoenen mensen opgesloten zijn. Tegen verdere besmetting en verspreiding van het COVID-virus. Hebben wij onze vrijheden terug. En moeten onze Schepper dankbaar zijn dat dit allemaal mogelijk is in Suriname. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ik zit al wat langer dan anderhalf jaar als president met mijn regering. En ook wij bidden elke dag. En ik weet dat in alle gebedshuizen er ook gebeden wordt voor de regering. En zie daar, na anderhalf jaar hebben we onze financieel-economische crisis al onder controle. Amin. En ook met gebed en hard werken zullen we verder werken aan de stabiliteit en de groei van ons land. We zingen toch hetzelfde lied. If one city akondere boom, da omusteki gado lek udu fesiman. Dat zingen wij. En dat is waar we moeten vasthouden. Door geloof te hebben in onze Schepper. En die gaat ons leiden naar die goede toekomst. Ik bid tot de Schepper. Ik bid tot Allah Ta'ala om Suriname te zegenen met vrede, veiligheid, gezondheid, welzijn en welvaart. Mede namens de regering en de First Lady wens ik de hele natie een gezegende Eid al-Fitr toe. Sami angrawi kanggene sesarangan salat Id kanthi berkah ayu wilujeng boten namoi aran dosa tunggal penapa-penapa. Insyaallah mugi-mugi salat kita sedaya ing enjang punika wagata dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wagata dipun ganjar benjang wonten ing yaumil akhirah. Allahumma amin. Lan kula pengkasi minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum. Baik, baik.
meeste. Voorzitter, hier.